Hoi, ik ben Coco en ik ga jou vandaag ons kantoor laten zien. Kom je mee? Dit is ons Nederlandse hoofdkantoor in Utrecht, vlakbij het centrum van Leidsche Rijn, de trein en de snelweg. Welkom! Dit is onze eerste etage. Door de open inrichting en natuurlijke lichtinval is dit een heerlijke plek om te zijn. Hier bevindt zich het bedrijfsrestaurant. Ook hebben we werkplekken daar en gezellige hoekjes daar. En niet te vergeten onze medewerkers. Maar ook het Experience Center. Hey Maarten. Hey Coco. Kan jij ons iets meer vertellen over deze ruimte? Je bent hier in het Applied Innovation Exchange, Capgemini's eigen innovatielab. Wij kijken hier naar allerlei nieuwe technologieën en hoe we die kunnen inzetten voor onze klanten. En wat voor soort technologieën? Dat is heel breed. Denk aan virtual reality, Internet of Things en hoe je al die sensordata kan gebruiken. Tot aan bijvoorbeeld quantum computing. En daarnaast zijn er binnen Capgemini ook een heleboel ontwikkelingsmogelijkheden en trainingen te volgen op allerlei verschillende gebieden. Nou, leuk. Waar ze ook heel innovatief werk doen is in ons Cybersecurity Center. Dennis, wat gebeurt hier allemaal? Dit is het Cyber Experience Center. Hier halen we klanten heen om te laten ervaren wat gebeurt er met jou en je organisatie als je gehackt wordt. Alles wat je hier ziet is gemaakt door ons team. Een team van 250 cybersecurity professionals die alles geregeld hebben. Van de techniek tot de aankleding tot alle simulaties. Heel gaaf. Hey Arnold, spreek je zo hè? Tot zo Coco. Volgende stop, de Academy. Hey Reinoud, wat doen jullie hier bij de Academy? Academy is een opleidingscentrum van Capgemini. En voor Capgemini-medewerkers is het leuke, daar heb je All You Can Train. Dus dan kun je alle trainingen van Capgemini Academy doen die jij nodig hebt. En wat voor soort trainingen geven jullie dan? We hebben allerlei soorten trainingen, bijvoorbeeld software engineering, requirements of business architectuur. Maar ook personal skills trainingen over feedback geven of consultancy skills. Nou ja, dergelijke dingen. Oké, nou dankjewel Reinoud. Ik moet snel weer verder. Hey, doeg! Deze keer even de lift. Dankjewel. Oké, back to work. Hey Wim, leuk dat je wat wilt vertellen over de ESI. Wat is de ESI eigenlijk? De ESI, de Accelerated Solutions Environment. Dus wat wij doen is grote groepen klanten hier ontvangen. En wij laten ze op zo'n manier met elkaar samenwerken dat ze hun probleem zelf oplossen. Dus die container is eigenlijk een overgang van de normale wereld naar de wereld van de ESI. We hadden laatst een belangrijke klant, maar ze kwamen binnen in een Alice in Wonderland thema. Het was heel verstorend, maar dat hadden we precies nodig om ze op een ander been te zetten, zodat ze veel verder kwamen in het oplossen van hun vraagstuk. Zal ik het je laten zien? Ja, dan kun je meedoen. Is ja, goed. Kom. Ik ga mee. Oké, kom Jeroen. Hey Arnold, kan jij iets meer vertellen over de sportactiviteiten binnen Capgemini? Natuurlijk. Binnen Capgemini hebben we daarvoor het sportprogramma met meer dan 15 verschillende sporten. We hebben een hardloopcommunity, een fietscommunity, voetbal, we doen zelfs aan boulderen, noem maar op en het zit erin. En hoe vaak worden deze activiteiten dan georganiseerd? Gedurende het hele jaar door kun je deelnemen aan onze activiteiten. Leuk. En hebben we daarnaast nog andere communities binnen Capgemini? Er zijn heel veel communities binnen Capgemini, waaronder bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit en inclusie. Belangrijk. Ben ik zelf ook een groot voorstander van. Maar ook van gezelligheid. Ga je mee een drankje doen? Sorry Coco, maar ik moet echt trainen. We doen het de volgende keer. Jammer. Hoi hoi. Wacht voor jou een cola zero. Dankjewel. Hopelijk heb je een goede indruk gekregen van het kantoor. Tot snel!